Het is vandaag maandag 26 november en achter mij vindt straks het officiële startsein plaats voor de bouw van Parkwijk fase 4. Dan, samen met de kopers gaan we het eerste muurtje hier metselen. Want ja, uiteindelijk komt er allemaal metselsteen tegen de gevel aan. En dat gaan we met elkaar doen. En ook de wethouder is straks aanwezig om dat samen met ons te doen. En dat is ook een leuke activiteit voor de bewoners. En dat geeft altijd een mooie herinnering aan zo'n start van de bouwhandeling. Want dat vieren we eigenlijk. Terwijl we hier, zoals je ziet, zijn we al flink bezig. Ja, weer een nieuwe variatie. Een nieuwe doelgroep. We hebben dus 10 hofwoningen en 11 stadsvilla's. En het is qua toevoeging enorm, want er was enorme belangstelling ook vanuit de inwoners. Toekomstige inwoners dan, wel te verstaan. En wat maakt deze huizen zo bijzonder? Ik denk de manier waarop gekozen is voor de architectuur. Het is samen met Kuiper Compagnons als architectuurbureau ontwikkeld. En de gevels en hoe er naar de kleurpaletten gekeken is. En toch die extra in deze toch al moeilijke bouwtijd, ja, dat is gewoon een grote pre.